Deze video en de volgende reeks kijken we naar de bespreking van een opgave over relativiteit. Dat is een natuurkundeonderwerp voor de VBO. Bovenbouw is een keuzeonderwerp. Goed, we gaan naar opgave 1. Een piloot vliegt in een straaljager met een lengte van 15 meter. Stel dat hij zou kunnen vliegen met een snelheid van 50% van de lichtsnelheid. Bereken dan hoe lang de straaljager is volgens de waarnemer op de grond. Nou, dat is natuurlijk met de formule voor de lengtecontractie. De formules vind je allemaal in de BINA's bij 35E6. Hier staat die. De relativity factor. Nou, ga je invullen. Die gamma is 1 gedeeld door de wortel uit 1 min de snelheid in het kwadraat gedeeld door de lichtsnelheid in het kwadraat. Als je die rekenmachine stopt, moet alles wat onder die haakje staat. Want die wortelteken staat trouwens tussen haakjes. Hè. Nou, die is een half dus, die snelheid. Dus dan krijg je 1 gedeeld door de wortel uit 1 min een half in het kwadraat gedeeld door 1 in het kwadraat. Nou, dat staat hier ook. Nou, dan kun je je rekenmachine stoppen. Dan komt dan 1,154 uit. Dat is dus die gamma factor. Nou, de lengte die gezocht wordt is dan die 15 meter die de origine is volgens de piloot zelf, zeg maar. Gedeeld door die factor die we net hebben uitgerekend is 12,91, oftewel 13 meter. Ja, dus de piloot zelf vindt dat zijn straaljager 15 meter is, maar op de grond zeggen ze van nee, hij is 13 meter. Nou, bereken dan de grote snelheid moet zijn van de straaljager. Wanneer dat ze op de grond denken dat hij 7,5 centimeter lang is, nou ja, dat doet hij eigenlijk op dezelfde manier natuurlijk. Is dan 7,5 en zelf denkt hij dat hij 15 is, dus die gamma factor is dan 2. 15 gedeeld door 2 is 7,5. Die stop je in de lengtecontractieformule. 2,0 is 1 gedeeld door wat hier onder de breuk staat. Nou, dan ga je eerst maar eens even kwadrateren. En dan deze wat hier onder de breuk staat is dan gelijk aan, even kijken, 1 gedeeld door 2 is 1,5. Dan ga je dan kwadrateren. Nou ja, en dat ga je dan allemaal netjes op een wiskundige manier uitwerken. En dan vind je uiteindelijk dat die breuk 0,866 is. Ja, ga het niet helemaal voordoen, dan kun je zelf gewoon op papiertje gewoon netjes uitwerken. Oké, opgave 2. Als er een bus rijdt met 60% van de lichtsnelheid van de aarde weg, de bus heeft een contact met een controlepost op aarde, heeft 45 seconden aan een controlepost dat alles in orde is. Bereik hoe lang die boodschap dan volgens de controlepost duurt. Nou, daar heb je natuurlijk weer dezelfde formule voor om de gamma factor te bepalen. Nou, vul je gewoon in, 1 gedeeld door de wortel uit 0,6 in het kwadraat gedeeld door 1. Nou, die C's die vallen tegen elkaar weg natuurlijk. Nou, dan komt 1,25 uit. Dat betekent dus dat de tijd die men denkt dat het op aarde is, op de grond is, is 1,25 maal de 45 seconden die hij denkt dat het zelf is. Of denkt, dat meet is dat eigenlijk. Hè? Dat is meet. Hij heeft zelf 45 seconden gemeten, maar op de controlepost meet ze dus 56 seconden. Leg uit dat zijn stem laag klinkt dan in de controlepost. De frequentie is 1 gedeeld door t. Als het t groter wordt, wordt de frequentie dus lager. En de tijd wordt groter volgens de controlepost. Dus is de frequentie lager volgens de controlepost. Dus klinkt die ook lager. De hartslag van de astronoom is 70 slagen per minuut. Zijn hart door de controlepost op de aarde beluisterd. Berekent hoeveel slagen dan dat hij volgens de controlepost maakt. Nou, hier staat het nu. Dan ga je natuurlijk dat weer uitrekenen. Dan doe je op dezelfde manier. Hetzelfde denkt hij dat het 70, of meet je dat het 70 zijn. De eigen tijd is dus 60 gedeeld door 70 is 0,587 seconden. Ja, dus dat zijn de tijd tussen twee hartslagen volgens de piloot zelf. Het is net een astronaut. Oké, gaan we dat weer invullen. We weten dat de gamma factor 1,25 is. Dat hadden we al bepaald in de A-opdracht. Nou, dan wordt de tijd dus 1,25 maal die 0,8571 is 1,107 seconden. En dat klopt ook wel natuurlijk. Want, de tijd moet natuurlijk langer zijn volgens de waarnemers op aarde, omdat die omdat die dat zo meten, die meten dat die min, maar klopt. Nou, de frequentie is dan 1 gedeeld door die waarde die net uitgerekend is 0,993. En dat dan 60 keer is 56 slagen per minuut. Je ziet, dat klopt dus allemaal precies. Wonen hebben een gemiddelde levensduur van 2,2 microseconden. Dat is 10 tot de min derde, hè, micro. Nee, dat is mini. Micro is even tabel 2 kijken van de BINA's. Micro is 10 tot de min zesde volgens mij.
Kijk, ja, 10 tot min 6. Dus 2,2 miljoenste seconde is dat. Ze reizen door het atmosfeer met een snelheid van 99,9% van de lichtsnelheid. Atmosfeer is 10 kilometer dik. Vanuit het referentiestelsel van de mesonen beweegt de atmosfeer. Toon aan dat de mesonen in hun stelsel een afstand van 6,6 maal 10 tot de derde meter kunnen afleggen. Nou, ga even uitrekenen. 99% van de lichtsnelheid dus. 0,9% kun je eens uitrekenen wat de snelheid van die mesonen is. Nou, dan zie je het. 2,99 en nou heel veel getallen maal 10 tot 8 meter per seconde. En de tijd is 2,2 maar 10 tot min 6 seconden, hadden we net al gezien. Als je het met elkaar vermenigvuldigt, v maal t, dus is namelijk constante snelheid, dan kun je uitrekenen wat ze dan afleggen. Nou, die twee getallen met elkaar vermenigvuldigd is 6,5888 maal 10 tot de tweede meter. Dat is dus 6,6 maal 10 tot de tweede meter. Dat is 660 meter. Oké, dat moesten we aantonen. Toon aan dat door de lengte krimp de atmosfeer voor de bewoner kleiner is dan die 660 meter. Nou, dan ga je natuurlijk weer de formule invullen. Eerst maar de gamma factor bepalen. Op een bekende manier. Gamma is 1 gedeeld door wat hier onder de wortel staat. Op die plaats van die v weer 0,999 c-kwadraat in. En hier staat c-kwadraat. Die vallen natuurlijk tegen weg, die c-kwadraten. Dus dan krijg je de gamma factor is 1 gedeeld door 1 min 0,999 in het kwadraat. Wel even de haakjes zetten als die rekenmachine stopt. Komt uit iets meer dan 22. Nou, 10 kilometer gedeeld door die iets meer dan 22. Is dus 4,74 maal 10 tot de tweede meter. Dus 450 meter ongeveer, zeg maar. En dat is inderdaad meter dan die 660 meter die we net hadden uitgerekend. Dus dat klopt. Een trein met een lengte van 200 meter rijdt door een tunnel met een lengte van 150 meter. In de referentiestelsel van de tunnel komt de voorkant van de trein de tunnel uit. Wanneer de achterkant er net ingaat, bereken dan de snelheid van de trein. Even kijken, dat is opgave 4. Maar even naar de volgende sheet. Nou, formuletje invullen natuurlijk voor de lengtecontractie. 150 is dan 200 gedeeld door de gamma factor. De gamma factor is dan 150 gedeeld door 200. Nee, is dat waar? Even kijken, niet andersom natuurlijk. 200 gedeeld door 150. Excuus, 1,333. En die stop je dan in de formule, die andere formule. 1,33 is 1 gedeeld door wortel uit 1 min v kwadraat gedeeld door c kwadraat. Nou, ga je natuurlijk eerst kwadrateren. Ja, dan maak je het wortelteken weg. En zo kun je uiteindelijk v kwadraat gedeeld door c kwadraat uitrekenen. En dat blijkt dan te zijn 0,6612. Als je het niet erg vindt, niet helemaal uitschrijven. Dat is gewoon een kwestie van je wiskunde toepassen die je in de onderbouw hebt gerekend. Dan moet dat lukken. Oké, dus de snelheid is 0,661 van de lichtsnelheid. De afstand tussen de spiegels van de lichtklok op pagina 6 is D. De periode van die Anita meet is T. En de periode die Bruce meet is TB. Daarna aan de lichtklok in het stelsel een periode van T is 2D gedeeld door C. Ja, moet je even het boek hebben natuurlijk. En hier staat het netjes uitgewerkt. Dus heen en weer. Dus de afstand is 2 maal D. En dat is gelijk aan de snelheid maal de tijd. De snelheid is de lichtsnelheid. De tijd is de tijd die Anita meet. Dus 2 maal D, dat is de afstand, is de lichtsnelheid C maal de tijd die Anita meet. En de tijd die Anita meet is dan 2D gedeeld door de lichtsnelheid. En dat moest je aantonen. Nou, toon aan dat voor het stelsel van Bruce het anders is. Nou, hier zie je het. In Bruce heb je natuurlijk ook die afstand D, maar ook een horizontale afstand die afgelegd wordt. Dat betekent dus dat hij volgens hem een grotere afstand wordt gedaan. En je ziet, het is een rechthoekige driehoek. Dus kun je met de stelling van Pythagoras, als je D weet en deze horizontale afstand weet, kun je deze afstand X bepalen. En die heb je natuurlijk ook weer twee keer. Nou, hier zie je dat gebeuren. De afstand X in het kwadraat, is dus D in het kwadraat, plus deze afstand in het kwadraat, en die is gelijk aan de snelheid, de halve snelheid maal de tijd die Bruce meet. Waarom de halve snelheid? Omdat dit het hele stuk is. En dit stukje is natuurlijk maar de helft ervan. Ja, dus vandaar dat ze dat zo doen. Nou, dan kun je dan het foton zelf legt op een afstand af, dus inderdaad van het dubbele natuurlijk. Nou, vandaar dat hier alles verdubbelt. Nou, dan kun je dat gewoon netjes uitwerken op wiskundige manier. Je kan de wortel eruit halen. Dan hou je hier 2π over. En alles komt dan hier onder de wortel te staan. En 2d in het kwadraat, dat is 2 maal d maal 2 maal d. Dus dat is 4d kwadraat, daar komt die vandaan. En, dat blijft gewoon. En v kwadraat maal t in het kwadraat is v kwadraat maal t kwadraat. Vandaar dat die komt. Nou, dat klopt allemaal precies dus.
Nou, dan gaat ook nog eens een keer dat afstand is snelheid maal tijd. En de afstand is dus gelijk aan deze waarde, waarbij de afstand snelheid gelijk is aan c. De tijd is de tijd die Bruce meet. Dus dat vul je dan allemaal hierin. Dus deze waarde voor de afstand is gelijk aan c maal tb. Je ziet dat hier staan. En tb is dan die hele breuk die hier staat gedeeld door die c. En volgens mij is dat wat je aan moest tonen. Ja, het is meer wiskunde B dan natuurkunde, vind ik eigenlijk. Maar ja, ook aan de kant. Natuurkunde is natuurlijk ook, maakt ook al gebruik natuurlijk van heel veel wiskunde B dingen. Ja, en leidt dan uit met de formules van TA en TB. Dat geldt dat TB is gamma maal T maal A. Nou, je ziet dat het hier allemaal netjes gebeurt. We weten dus al dat deze formule voor Anita geldt en deze voor Bruce. Weer een hoop wiskunde natuurlijk plaatsvinden. TA is 2D gedeeld door C. Dat kun je omschrijven. Als je alles kwadrateert, dan krijg je dus TA kwadraat is 4D kwadraat gedeeld door C kwadraat. Dat kun je omschrijven op deze manier. En dan kun je met deze formule kun je dat ook doen. TB is nou die hele reeks gedeeld door C. Dat kun je allemaal kwadrateren en omschrijven zodat C kwadraat maar TB kwadraat is. Nou, je kan het allemaal lezen. En nou, dan zie je dat dat allemaal aan elkaar gelijk wordt gesteld zoals je ziet. Ja, dat gebeurt hier. Ja, en dan ga je het allemaal wiskundig uitwerken. Stap voor stap. Ja, en dan komt op een gegeven moment komt deze factor hierin, zoals je ziet. Ja, vanuit deze stap ga je naar deze stap. En dan ga je de wortel eruit halen. Zoals je hier ziet gebeuren. En dit is dus eigenlijk, dat is die gamma factor. Nou, en dan ben je er eigenlijk. Dus het is een kwestie van het allemaal netjes systematisch uitwerken. Heb je daar probleem mee, moet je even naar je docent gaan en vragen of hij het voor je uitschrijft. Ja, dat is een beetje te veel werk om dat hier te doen. Goed, in het volgende filmpje gaan we verder met tabel paragraaf 2.